Hallo allemaal, ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan, want het is nogal regenachtig en het waait. Ik sta hier in Krommenie bij het Hein en achter mij zien jullie allemaal archeologen. Eens kijken of ik het allemaal goed in beeld kan brengen. Ja. Ik sta dus op een opgraving van een Romeinse militaire plek. Ja, er gaan geluiden op dat het misschien een wachttoren is geweest. En mijn Annabel van Argo-archeologen. Die laat nu een stukje van de palissade zien die ze al opgegraven hebben. Ik weet niet hoeveel ik het kan laten zien. Ik ga denk even aan de andere kant staan. Heel voorzichtig. Oeh. Zo. Want het is allemaal met plastic, want anders droogt het te hard uit. En het mooie is dat er morgen is het voor het publiek toegankelijk, toch? Ja. Ja. Er zijn rondleidingen om om 10:30, 12:30 en 2:30. En wat heel leuk om te weten is dat dit gebouw wat je hier ziet, dat is dus 2000 jaar oud. Dus echt, het ziet er waanzinnig goed uit. Nou, die palen die staan dus in een hele lange rij. Ik kan het een beetje laten zien zo. En ook aan de andere kant, bij dat blauwe zeil daar. Dus het is een soort rond vorm, rond vierkant, dus niet heel duidelijk. Vijfkantig. En in het midden daarvan zou dan, maar dat moet nog worden opgegraven, een gebouw moeten kunnen staan. Ik sta hier dus binnen de palissade, de Romeinse palissade, in Krommenie. Een Romeinse palissade in Krommenie. Mogelijk dus hier ergens Romeinse gebouwen. We weten zeker, want er is wel wat materiaal gevonden, dat het uit de eerste eeuw komt. En dit gebied moet dus allemaal moeras zijn geweest. Ze hebben hier op een kleine zandbank toch nog de mogelijkheid gezien om dingen te bouwen. Ze hebben heel veel hout gebruikt. En wellicht stond dit dan in verbinding met Velsen. Konden ze daarmee hadden ze communicatie via de wachttoren en het fort. Wil je hier nog meer hierover zien? Dan zou ik jullie van harte willen uitnodigen om morgen te komen kijken. Want de gemeentearcheoloog komt hier 3 keer een rondleiding geven over het terrein. Dan worden natuurlijk al die blauwe dekken weggehaald. Dat mocht ik jullie nog niet laten zien. Daarnaast is het ook hout, droogt heel snel uit. Dus dat moet echt goed onder de plastic zijn. Ik trek wel allemaal jullie laarzen of goede schoenen aan. Want het kan een beetje blubberig worden hier. Ik zou zeggen, kom allemaal kijken. Dit is echt heel bijzonder dat we dat hier in Krommenie hebben.